In de eerste Nederlandse batikgalerie in Amsterdam zijn batikschilderijen te zien van de Indonesische kunstenaar Bambang Utoro. Deze werkt volgens het oude procedé, waarbij met vloeibare was eerst een tekening wordt aangebracht op de veelal wit katoenen stof. Getekend wordt hier met een penseel, maar dat is een vrije techniek. Voor het opbrengen van de vloeibare was wordt meestal gebruik gemaakt van een waspen, een tianting. Nu wordt het doek ondergedompeld in een eerste verfbad. Op de plaatsen waar zich de was bevindt, kan zich geen verf aan het doek hechten. Wil men meer kleuren aanbrengen, wat meestal het geval is, dan moet eerst de was worden verwijderd. Dat gebeurt door het doek in heet water te dompelen. De procedure wordt net zo vaak herhaald als er nieuwe kleuren moeten worden aangebracht. Kunstenaars als Bambang Utoro zijn afgeweken van de traditionele batikdessins op sarongs, hoofddoeken en sjaals. Soms komt op een batikschilderij een fijn gekleurd krakelé voor op plaatsen waarin de afgekoelde was kleine barstjes waren ontstaan. Voorstellingen uit de Hindoe-verhalen treft men veel aan in het werk van Bambang Utoro, die met zijn batikschilderijen op zeer eigen wijze bijdraagt aan de ontwikkeling van een specifiek Indonesische kunstvorm. MUZIEK